dat u krijgen. Dag Joost. Heb je al gevraagd? Ik heb eigenlijk ook een heel groot Limburg stemt af project ondersteund. Klopt, de leerlingen van de WICO Campus, Tio in Uitpelt, die hebben projecten opgezet rond urban farming. Nieuwe landbouwtoepassingen. Gaat rond geautomatiseerde serres, gaat over watersystemen, aquaponics, oogsystemen zelfs. Ze hebben die projecten heel ver uitgewerkt en wij hebben daar vooral een adviesrol op gegeven, vooral vanuit onze expertise uit die sector. Het was een nieuw gegeven waar ik direct wel positief over was. De vraag werd gesteld en ik heb gezegd van daar willen we voor gaan. Het is ook zo omdat het busonderwijs zijn eigenlijk de buren van Sint-Dode. Het zou ook leuk zijn als we in de toekomst nog meerdere projecten zouden hebben waarmee we zouden kunnen samenwerken. Voor ons is het heel belangrijk om te kunnen samenwerken met scholen. We kunnen onze eigen expertise brengen in de scholen, maar anderzijds krijgen we ook veel terug van de enthousiasme van de leerlingen die meedoen. De hele opzet is magnifiek en mensen inspireren om creatief te zijn en dan heeft ook nog iets met een bepaalde sociale impact of nut in een verzorgingsinstelling bijvoorbeeld. Hoe meer vragen dat ze mij stellen, hoe meer dat ik hen kan leveren ook. Want uiteindelijk, het werk voor je eigen houden heeft eigenlijk totaal geen zin eigenlijk. En je kunt beter die jong gasten iets gunnen en niet te zeer dat voor je eigen eigenlijk houden. En gewoon zeggen, kijk man, probeer het eens, lukt het niet, hier ben ik, ik ben er voor u. Sowieso is het ook belangrijk dat die mensen warm gemaakt worden voor toch het bedrijfsleven in te stappen. En dan zie je ook een beetje zien van hoe dat alles in zijn werk gaat. Waarom is het belangrijk dat er zo projecten als Limburg stemt af zijn? Ik denk het mooie aan heel het project Limburg stemt af is dat er heel veel vrijheid is voor jongeren. Dat alles eigenlijk een beetje vertrekt vanuit een probleem, een idee. En dat jongeren samen met een leerkracht een beetje onder begeleiding op zoek kunnen gaan naar oplossingen. Maar wel er heel veel vrijheid is om te proberen te experimenteren. Ik vind het belangrijk dat leerlingen ook weten van oké, er wil iemand een engagement aangaan. Dus wij worden gehoord, we worden respectvol behandeld, maar ook als eerlijke partners behandeld. Hoe zit het met vrouwen in deze sector? Dramatisch. Als je gaat kijken naar Zuid-Europa, dat wisten we lang, daar zijn de technische opleiding zitten minstens 1/3 meisjes. Ga je nu kijken naar ons blok eigenlijk, Hongarije, Roemenië, noem ze maar allemaal op, Polen. Dat zijn gigantische technische universities, dat zit gewoon vol met meisjes. Die kiezen die richtingen allemaal, dan denk ik, dat lukt dat wel. Maar hier, in België, lijkt dat dus niet te lukken. Ja, ik denk dat dat vandaag ook al een beetje bewezen is, dat je toch met, een harde sector heel veel kunt doen voor bij ons, voor onze sector. Dat we ze ook misschien ergens ook nodig hebben, want we hebben wel ideeën, maar ja, wij kennen dan niet de technische achtergrond. En dan is dat heel fijn dat dat samen kan en dat je zo samen tot iets kunt komen. Heb je een manier om die noden in je zorginstelling op te sporen? Of gaat je dan bij het personeel te raden? Of... Meestal is dat een wisselwerking. En ontstaan de ideeën heel spontaan, organisch, vanuit een bewoner die een vraag stelt waar wij niet aan gedacht hebben, of een personeelslid. Eigenlijk is het plezant dat we iets kunnen maken wat bestaat, waar de mensen naar vragen en waar we kunnen upgraden naar iets nieuws, iets aantrekkelijk, wat dat product of die activiteit toch weer aantrekkelijk maakt. Dus. Technologie, wetenschappen, eigenlijk heeft dat een hele sociale, maatschappelijke functie. En ik denk dat heel veel, het wordt soms weggezet in zo'n hoekje van, hè, technologen en wetenschappers, dat zijn van die rare gasten. Nee, die staan midden in het leven en dat is zo interessant. Ja, ik denk dat dit een prachtig voorbeeld is en ik vind het knap dat scholen dit beginnen te doen om mensen toch te stimuleren naar die techniek te gaan. Want ik denk dat drones wel de job van de toekomst kan worden als we zien wat dat er momenteel al mogelijk is met die toestellen en wat dat de jongeren nog kunnen gaan verwezenlijken daarmee. Ik denk dat dat super interessant is.